Hallo allemaal, vandaag ga ik het hebben over mijn bachelorproef. Mijn bachelorproef gaat over de boekhoek en de onderzoeksvraag die ik heb opgesteld luidt: hoe kan ik de boekhoek in mijn stageklas voor de tweede kleuterklas uitwerken tot een activerende hoek met diversiteit aan prentenboeken die de kleuters aanspreken en waar ze tegelijkertijd tot rust kunnen komen? Een groot onderdeel van mijn onderzoek is dus de boekhoek. Uit mijn literatuurstudie die ik heb onderzocht en uit mijn bronnen blijkt dat de boekhoek een rustige plek in de klas moet zijn. Want de kleuters moeten natuurlijk tot rust kunnen komen. Deze plek is best afgeschermd van de rest van de klas en best niet gelegen aan drukke hoeken zoals de bouwhoek of de poppenhoek in de klas. Om je boekhoek in te kleden zorg je best voor gezellige en comfortabele zitmogelijkheden. Dit kunnen zowel stoelen, tafels, een zeteltje, een zitbank. Het is best dat je zorgt voor verschillende, of toch twee verschillende zitmogelijkheden. Dan is het ook belangrijk om verschillende soorten boeken en tekstbronnen aan te bieden. In je boekenhoek zullen de kleuters met deze leren kennismaken. Want wanneer je alleen prentenboeken in de boekenhoek zou leggen, zou dat wel saai zijn voor de kleuters. Het is ook best dat je de boeken met de kaft naar voren uitstelt. Dat kan je best doen aan de hand van een boekenkastje. Wanneer je de boeken op elkaar gaat leggen, in een doos bijvoorbeeld, zullen de kleuters niet snel deze boeken eruit gaan halen. Het kost hen te veel moeite. Wanneer je met de boeken met de kaft mooi naar voren uitstalt, kunnen ze zelf al de kaft van het boek zien en kunnen ze geprikkeld worden om het boek te nemen. Dan de spelletjes. De spelletjes kan je onderverdelen in twee categorieën. Je hebt spelletjes waarmee de kleuters zelfstandig aan de slag kunnen gaan en spelletjes waarbij de kleuters begeleiding nodig hebben van de leerkracht. Wanneer je deze spelletjes gaat aanbieden in de boekhoek, zorgt dit voor de nodige interactie voor de kleuters. Zo gaan de kleuters ook zien dat ze niet alleen in een boekje kunnen kijken of lezen, maar ook leuke dingen hiermee kunnen doen. Aan de hand van de spelletjes kan je kleuters ook aanzetten om het boek te lezen. Bijvoorbeeld wanneer je een puzzel maakt van een kaft, kan je ervoor zorgen dat de kleuters aangetrokken worden om het boek te nemen uit de boekenkast. Dan is het ook belangrijk dat je de spelletjes regelmatig verandert in de boekhoek. En ook wanneer je nieuwe boeken aanbiedt in de boekhoek, moet je ze natuurlijk ook in de spelletjes veranderen. Je kan geen spelletjes aanbieden van boeken die niet in de boekhoek aanwezig zijn. Dan diversiteit aan inprentenboeken. Dit is heel belangrijk voor een boekenhoek. Diversiteit inprentenboeken, hier bedoelen we mee inclusieve prentenboeken. Het is heel belangrijk dat zowel de spiegels als ramen in deze boeken aanwezig zijn in de inclusieve prentenboeken. De spiegels, hiermee bedoelen we de diversiteit die aanwezig is onder de kleuters al in de klas. Met de ramen bedoelen we diversiteit die nog niet aanwezig is in de klas, maar waar de kleuters wel zeker mee moeten kennismaken. Inclusieve prentenboeken zorgen ervoor dat de kleuters hiermee in contact komen. Diversiteit aan prentenboeken bedoelen we hiermee dat je verschillende soorten prentenboeken moet aanbieden, zoals prentenboeken over vriendschap, over dieren bijvoorbeeld, maar ook verschillende tekstbronnen. Dus je kan alleen prentenboeken aanbieden, maar bijvoorbeeld ook een atlas, een krant, de liedjes die je in de klas hebt bundelen in een mooi boekje, of gedichtjes die je geleerd hebt. Je kan ook informatiebrochures in de boekhoek leggen. Hier kan je echt heel breed mee gaan. Dus de verschillende vormen van diversiteit komen best aan bod in deze prentenboeken die je aanbiedt. Dit is zeer belangrijk voor de kleuters. Mijn ontwerp bestaat uit drie onderdelen. Een basisfiche voor de boekenhoek. Hierin kan u terugvinden hoe je de boekenhoek moet aankleden en welke materialen u kan aanbieden in de boekenhoek. Dan heb ik een checklist ontworpen voor inclusieve prentenboeken. Aan de hand van deze checklist kan u kijken of u een goed inclusief prentenboek hebt gekozen. En dan heb ik nog vijf inclusieve prentenboeken uitgekozen en deze uitgewerkt aan de hand van mogelijke spelletjes en mijn checklist. Dankjewel voor het luisteren. Deze video kan u terugvinden op YouTube.